Zoals ik aan het begin al zei, er zijn heel veel plekken waar je ook in badminton bij een club, als je denkt, ik vind dat wel leuk en misschien wil ik dat wel vaker doen. Er zit bijvoorbeeld, jullie komen uit Rosmalen. En in Rosmalen heb je Spartenburg, heet die club, tegen Spartenburg. En die spelen op woensdagavond en op zaterdagochtend spelen ze in de Hazelaar. Zijn ze, ja, in de Hazelaar. Ja, precies, ja. In die sport al. En dan heb je nog niet eens, als je wil beginnen, heb je vaak nog geen racket nodig, want dan kom je gewoon binnen en dan zeg je, joh. En dan zeg je Henk, ik wil een keer meedoen, of geld van tevoren natuurlijk, dat is misschien ook wel handig. En dan kun je daar lekker spelen, ze altijd een paar records voor je om in het begin uit te proberen, en dan mag je er gewoon bij meedoen, of gewoon te proberen. Maar natuurlijk, als je dan veel gaat spelen, dan wil je eigen record en zo. Dus als je denkt, dat was leuk, wil ik toch nog een keer vaker doen? Zou ik zeggen, ja, vooral maar een keer kijken. Ik heb begrepen dat jullie dadelijk met z'n allen even een fotootje willen maken, dan is het misschien leuk. Als je een record vast hebt, om die dan mee te nemen. Aan het einde, dat zal jullie meestal ook al zeggen, wel weer netjes even alle shuttles en even hier terug leggen, want ik zag sommige van jullie gooien. Ik ga hiermee afsluiten. Ik hoop echt dat jullie het hartstikke leuk hebben gevonden. Misschien zie ik jullie ooit nog wel, misschien maken jullie mij ooit na 10 jaar nog wel een keer in. Als jullie heel hard getraind hebben, dat je mij tegenkomt en dan denk van, die herken ik nog. Luister goed naar de meester. Ik wil als eerste een heel groot applaus voor de mensen. Even luisteren. Ik wil dat je dadelijk eerst de groep 8 kinderen sturen daar die kant op. Die laat ik daar op de zo op de één knie zitten. Die gaan dadelijk voor die tafel zitten. Die maken daar een foto met die teken. Dus de groep 8 kinderen, dus neem je records mee. Ja, als je ze niet meer hebt, dan heb je ze niet meer. Kom maar. Groep 8 kinderen, we gaan daar. Als je het terug moet sturen, dan even tempo van ons, dan heb je een goede boodschap. Zitten. Goed zo. Kom maar, Lucky, als je terug. Zitten zij, op je knieën. Kinderen, dat moet 7 gaan naar voren. Je gaat er maar naast staan. Jij mag staan, Lucky dan. Als die beker maar zichtbaar is, dan zijn we door. Voren staan met de beker zichtbaar. Lopen, lopen, lopen. Kinderen, maar 7, even tempo. Misschien moeten we even luisteren, dan kunnen we in tempo door, dan heb je ook nog een boterhammetje dadelijk. Tempo. Je mag aan de zijkant ook nog staan,
Goed zo. De kinderen van 6 gaan daar eigenlijk proberen zich een beetje klein te maken naar voren. Goed zo. Ja, dan gaan we eens eventjes. Zakken, zakken, zakken. Kan iedereen mij zien? Kijk mijn kant op, Senna. Hier zit. Iets omhoog, dat zie je niet. Zeg eens dat qua foto is voor de foto wel beter, inderdaad. Even lachen. Ja. Even lachen. Helemaal niet uit. Nou, allemaal, dan rekent ze omhoog, inderdaad. Heel goed. En lachen misschien. Goed zo. En lachen misschien. Ja. Nou, misschien. Dan. Eerste kinderen van 6, even lekker staan neer. Lekker. Keurig. En dan mogen jullie je tas pakken, pak je boterhammetjes eruit. Dan doen we snel, we hebben nog maar even tijd. Kinderen van 7. Meneer Bouwman, zal hij maar even doen. Kijk, wat een vlucht, een boterhammetje. Ik garandeer niet van. De enige die dat wel mag is Fenne. Goed zo. Het is zo dat je dadelijk. Er zijn niet genoeg stoelen, zie ik wel. Dus je gaat er tweeën op één stoel. Even luisteren, want ik hoor allemaal kinderen praten. Goed. Ik wil dadelijk, als die mensen van boven komen, dat een applaus geven als ze horen naar voren worden. Dus kinderen van 7 als eerste een plek 8, een plekje zoeken helemaal achteraan. Achtste rij. 8 op de achterste rij. 8 op de achterste rij. Dan gaat 7 open, 2 op 1 stoel zitten. Is er? Dan ga je dan op 3 op 1 stoel. Links ook. Groep 7. Groep 6 aan de linkse kant. 2 op 1 stoel. Pieter, met de camera. Oh, je mag ook gaan zitten, maar ik kan ook gaan. Ja. Pieter, haal mijn bordje even van tafel. Haal mijn bordje even van tafel. Ik ga daar niet zitten. Zie je nog wat vrije stoelen daar? Dat is wel heel mooi, als die opgezet worden. Ja, ja. Lekker hoor. Oh, zelfs dat voor. Voetbal op nummer 1. Weet ik niet. Wie weet het wel? Dat spreek ik niet uit. Oké.
PSV. En nummer 2 is op dit moment? Ajax. PSV en Ajax. Ja, wat heeft het nou met badminton te maken? Nou weet je, we hebben hier eigenlijk de PSV en Ajax in huis van het badminton. Want ze gaan hier morgen beslissen wie landskampioen wordt. En wie zijn dat nou? Zullen ze ze erbij gaan halen? Jullie zien ze al een beetje staan. Kijk eens daar. Almere tegen Duinwijk, Haarlem. We beginnen allereerst met het team van Almere. En hun laatste van de woordje te zijn. Kom maar mee. En dan proberen wij de stad te besturen en er zijn ontzettend veel klussen om te doen. Leuke klussen en een van de eigenlijk de leukste klussen is om wethouder sport te mogen zijn. En dat ben ik nu op dit moment. En bent u dan ook de meest sportieve hulpje van de burgemeester? Allerminst. Ik heb vroeger wel gebadmintond en af en toe in de zomer. En ik ook wel eens op een camping. Maar heel sportief ben ik niet. Alhoewel je politiek bedrijf ook best bij tijden wij topsport mag noemen. En zeker in de tijd van de verkiezingen. Dan zijn wij dag in dag uit in touw om stemmen te winnen voor ons. Dat is nu een hele spannende tijd. Maar ja, dat zijn voor, dat is belangrijk voor de ouders van deze kinderen. Hoe staat het er eigenlijk mee? Want als je dan de minst sportieve wethouder bent, wat is dan toch de sportiefste, beste sportprestatie die ooit verricht is door deze wethouder? Dat weet ik nog, dat is namelijk stilstaan in de verkadefabriek toen de oud-wereldkampioen skaten over mij heen ging skaten. Hij kwam met een ramp, dan maakt hij vaart en dan vliegt hij met zijn skates over je heen en hij landde achter mij. En dan moet je toch wel even, zoals ik, stevig in die schoenen blijven staan en rechtop kijken en doen alsof je dat heel leuk vindt. Maar dat vond ik op sportief gebied in ieder geval voor mij het meest moeilijke moment. Ja, kan ik me voorstellen. Goed, en dan dit weekend dus, gastheer van de twee finalisten van de Eredivisie Badminton. Vorig jaar waren we daar ook al als stad, zeg maar los. Gastheer,
Dat is wel prachtig, hè? Dat is hartstikke leuk. En ook voor onze eigen Bosse badmintonverenigingen. Het enthousiasme wat dat met zich ophaalt. En ik heb ook gehoord dat er helemaal geen enkel probleem is om heel veel leerlingen lekker te laten spelen in deze week in de Maasporthal. En dat is hartstikke goed, dat is goed voor het sportklimaat. En we zijn ook sowieso trots als ZG Bos als we mooie wedstrijden mogen organiseren. Maar met in Tom is iedereen, of bijna iedereen, die pakt wel eens zo'n badmintonracket vast. Het is eigenlijk een sport van ons allemaal en dan is het heerlijk om dat ook op topniveau te laten zien. En hoe doe je dat met onze eigen vereniging? En wat dat betreft is het ook een eer om naast de voorzitter te zitten, die tegen mij ook zei, ik heb ook 2 jaar die beker gewonnen. Oh. Ja, daar komen we namelijk precies eventjes op. Maar laten we eens eventjes kijken, wie van jullie zit eigenlijk op badminton? Kijk, gaan we het dadelijk even over hebben. Maar nou iets anders. Wie van jullie heeft wel eens een badmintonracket en een shuttletje vastgehouden? Kijk. En wie van jullie zit op een andere sport? Dat ziet er eigenlijk best goed uit, wethouder. Zoveel kinderen die sporten. Absoluut. En hoe meer, hoe liever. Maar sport en bewegen is gewoon gezond voor je lichaam en voor je geest. Dus wat dat betreft minstens een paar keer per week iets in sport doen. Of het nou fietsen is, badminton, voetbal, hockey of wat zwemmen. Er is volop wat te doen in onze stad en in de omgeving. En dit weekend ook paardensport. Ja. En ook paardensport begint met van jongs af aan wat dat betreft. Dus dat is niet alleen heerlijk genieten, maar dat is echt ook een bijdrage die gezond blijft voor jezelf. Dus blijf lekker sporten, jongens en meisjes. Nou, voordat we afsluiten wil ik even kijken, is er iemand die een vraag durft te stellen, een vraag heeft aan de wethouder? Nu is je kans, hè? Straks thuis niet meer mopperen dan, nu kun je. Ja, ik zit hier. Waarom wou je wethouder worden? Waarom wou je wethouder worden? Oeh, daar neemt je 2 uur de tijd voor je. Goeie vraag. In 2 zinnen, ik vind het heerlijk om mee te helpen om iets te doen voor de samenleving. En dat doe ik dan maar als wethouder. Hartstikke goed. Wethouder Heuvel, hij neemt plaats achter een prachtige wegen met een hele mooie kleur. Ja, we zitten daarnaast ook een meneer die we net al geïntroduceerd hebben, want die heeft eigenlijk ook een hele belangrijke taak. Dat gaan we zelf laten uitleggen. Dus ik zou willen vragen, Pieter van Zoelen, kom maar eens even bij. Ik zou eigenlijk willen zeggen, welkom in Sertogenbosch, maar dat hoeft eigenlijk niet, want je woont in Sertogenbosch. Thuiswedstrijd, dankjewel. Thuiswedstrijd in de buurt van Maaspoort. Deze kinderen komen allemaal uit Rosmalen, ook van onze gemeente. We zagen net wat vingers omhoog gaan op het moment dat ik vroeg, wie zit er op het lid op? Die vingers gingen vooral achter omhoog, maar niet naar voren. Ik heb ook het gevoel dat het een van de ambities is van de bond om wat meer kinderen aan het lid op te krijgen. Maar ik zag 2 keer vingers. Ik zag ook een heleboel vingers, hebben mensen ooit gebadmintond? En de kinderen staken allemaal een hand op. Ja. Dus dat is het eerste. Heel goed. En wij denken dat badminton, nee, badminton is een hartstikke leuke sport. Kijk maar eens op YouTube naar badminton, dan zie je echt fantastische wedstrijden. En wij willen zoveel mogelijk, mensen, zoveel mogelijk kinderen met badminton in aanraking laten komen. En daarnaast zou het mooi zijn of leuk zijn als ze zich melden bij een vereniging. Maar het allerbelangrijkste is dat ze sporten en badminton. Goed, dat kan ik me voorstellen, belangrijk natuurlijk, maar de bond is klein, hè? Het zijn zo'n 25.000 leden. Dat klinkt hier heel veel, hè? 25.000, maar het is in Nederland wel klein. Is er echt een ambitie om dat toch een stuk groter nog te maken? Of zeggen jullie nou beter 25.000 hele enthousiaste leden dan 50.000 die we misschien wel niet aankunnen met z'n allen? Nou, we willen graag meer leden, maar nogmaals, we hebben het liefst. We willen graag dat mensen met badminton in aanraking komen. Misschien gaat het wel niet meer om leden, gaat het gewoon om in ieder geval sporten. En wij zijn aan het nadenken over, is ons model waarmee wij geld binnenhalen voor de bond en dingen organiseren, zijn dat leden of zijn dat andere methodes? Ook belangrijk inderdaad. Ja. De grootste badmintonprestatie, wat is dat geweest? Van jezelf? Van mij? Ja, dat was die beker. Dus in 1992 met Den Bosch, met BCA, hebben wij in Den Bosch en tegen Duinwijk die beker gewonnen. Dus,
En daar droom je straks toch wel eens van? Of is dat inderdaad zo lang geleden? Nee, dat droom ik nog steeds van. Ja. Dus eigenlijk geef je boodschap mee, als je landstampioen wordt hier, weet dat heeft de rest van je leven wel gevolgd. Ja, nee, dat klopt. Uitstekend. Ja. Goed, nou, het zal beslist een prachtig feest worden. Neem plaats, Pieter van Soerland van de Badmintonbond. Ja, we hebben ze hier zitten die het moeten doen. Dat zal spannend worden. We gaan eens eventjes wat dingen vragen aan de teams. Maar ik wil eigenlijk even beginnen met de coaches. De coaches van beide teams. Soms moet ik er één. Mag ik een vertegenwoordiger van de coaches? Hieruit. Goed, ik ga er even tussenin staan. Kijken jullie wel eens naar kickboksen? Niet heel vaak. Ik wel. Jij wel? Zou jij kunnen uitleggen wat een ster nou is aan deze kinderen? Elkaar diep in de ogen kijken. Elkaar diep in de ogen kijken, omdat je elkaar eigenlijk het licht niet in de ogen kunt. Zo zou het kunnen zijn, ja. Hoe is dat eigenlijk tussen Almere en Duinwijk? Ik gun Almere heel erg het licht in de ogen, alleen al het andere niet. De beker. Ja. En die ster dan wel eens gezien? Ja. Hoe dat gaat? Ja, heb ik wel eens gezien, ja. Ja. En ook wel eens gedaan? Nee. Jongens en meisjes, let op. Let op. Er gaat iets gebeuren. Zij stellen zich op. Kijk elkaar aan. Dit gaat heel strak. Nee, ik moet het serieus hebben. Oh, sorry. Je kijkt elkaar strak aan. Ja. Ik ga hier even weg. Je kijkt elkaar strak aan. En eigenlijk willen wij daar de conclusie trekken, wie wordt landskampioen? Dus jongens, kijk eens even goed naar die gezichten. Hoe lang gaan we het zo? En wie wordt landskampioen? Het gaat nu in. Serieus, kijk. Lekker staan. Ja. Nou, we gaan het maar eens even testen. Wie van jullie zegt dat Duinwijk landskampioen wordt? Wie van jullie zegt dat Almere landskampioen wordt? Ja, nou, het is natuurlijk even een grap. Ik kom er even tussen jullie in. Lekker ja. Duinwijk, wat een staat van dienst eigenlijk al. Maar oei, wat wordt dat pittig tegen Almere, gelet op hun staat van dienst? Ja, maar wij gaan uit van eigen kracht. En daar hebben we heel veel vertrouwen in. Dus wat dat betreft hebben we er zin in. En gaan we morgen een hele mooie wedstrijd spelen. Ja. Want als ik even kijk naar 24 keer landskampioen, jullie willen eigenlijk voor die 25e gaan. Zeker, zeker. Daar hebben we heel veel zin in. En het zou een hele mooie zijn om eraan toe te voegen. Zouden jullie dat nou niet voor kunnen, 25 keer landskampioen? Ja, ze zijn 25 jaar bijna dan landskampioen. Ja, toen stond al midden in de klei. Het is in de kinderschoenen. Dus nee, wij gaan gewoon voor. Eigenlijk zou het wel terecht zijn, want als ik nou eens even naar de stand kijk en het puntenverschil en de uitslagen, vraag ik eigenlijk af, ja, sta ik hier niet te praten met de winnaar? Nou ja, finale is een wedstrijd op zich. Zou je gewoon puur kijken naar de competitie, dan zou je dat zeggen. Maar het zijn wedstrijden op zich en ik denk dat we alle twee nu in een formatie gaan spelen die de hele competitie nog niet geweest is. Dus ja, we gaan zien. Maken jullie nou ook vooraf, bijvoorbeeld op dit moment, jullie opstellingen bekend? Aan Almere? Aan ons? Nee. Almere niet? Nee, sorry. Ja. Dus daar zit de spanning. Wie, badminton dadelijk tegen elkaar. Daar kun je op winnen. Dat kan zeker van invloed zijn, ja. Tot zover je invloed op hebt. Zijn er trucjes om dat te achterhalen? Trucjes om erachter te komen welke opstelling je staat? Ja, tegenwoordig kunnen we alles hacken. En de kinderen weten precies hoe dat moet. Wat kunnen wij dit hacken? Nee. Er zit geen papiertje ergens in de zak? Nee. Helpt jullie ook? Nee, anders zou ik het ook niet zeggen. Okay. We krijgen het er niet uit, jongens en meisjes. Het lukt gewoon niet. We moeten het echt morgen afwachten. Ah, jullie zijn er natuurlijk allemaal bij. We gaan ze weer terugvragen om te gaan plaatsnemen op de stoelen. En dan gaan we eens eventjes een paar wat vragen, want ze zitten hier natuurlijk niet voor niets. Wat ik als eerste zou willen weten, je gaat
denk ik als jongen heel snel op voetbal. Maar je gaat niet zo snel op badminton. Wat heeft jou nou overreden om dat wel te doen? Zo even iets te komen. Nou, ik heb inderdaad ook gevoetbald. Maar ik ben tegelijkertijd ook gaan badmintonnen. En dat kwam eigenlijk door mijn ouders. En ik had nog wat vriendjes die ook op badminton zaten. En welke leeftijd ben je dan zo bij badminton? Ik was 6. 6 jaar oud. En sindsdien altijd gesport. Altijd gesport. Ja. Hoe zit dat eigenlijk met de dames? Want ja, er zijn heel veel sporten denkbaar bij dames. Maar je bent niet meteen aan badminton. Leuk dat je er dan toch mee in aanraking komt. Ja. En dan merk je ook meteen dat je heel goed bent? Niet gelijk. Dan moet je natuurlijk een aantal jaar voor trainen. Maar op een gegeven moment dan is er iemand die dat opmerkt en dan ga je door. Oké, okay. Spannend. Wat kun je er eigenlijk voor doen? Hè? Want ja, je bent niet zomaar, je staat niet zomaar in de finale van het kampioen. Kun je dus ietsjes naar voren komen? Dat maakt het voor mij wat makkelijker om de vraag te stellen. Erik, wat doe jij nou door de week om nu in deze finale te kunnen staan? Dave. Wat doe jij door de week? Ja. Ik zie het inderdaad zo. Oké, okay. Dave. Ja, Erik mag het ook doen, maar Dave. Wat ik door de week doe? Ja, trainen. Maar vertel het even eens. Hoeveel uur? Wat doe jij aan je voeding? Hoe zorg je ervoor dat jij degene bent die in deze finale moet staan? Het is heel leuk dat je dat aan mij vraagt. Goed gezond eten. Voordat ik... Eerlijk, Dave. Eerlijk, hè? Nou, wij kennen elkaar al zo lang. Toen hij 6 was ik 4. En toen zaten we bij dezelfde club. Je moet gewoon goed blijven eten. Gezond blijven eten als het kan. Als die training bijvoorbeeld, hè? Je zegt, hoeveel uur zit je? Ik train nu 4 uur in de week. En 4 uur in de week zou in principe voldoende zijn om dit niveau te kunnen halen? Nee, hiervoor zit een grote basis aan nog meer uren trainen. Ja. En dat ben ik al aan het afbouwen op mijn leeftijd. En ik zit nu op 4 uur. Okay. Maar hiervoor is dat een 10, 12 uur, 14 uur in de week geweest. Geldt dat voor jullie allemaal, dat je ongeveer zoveel uren trainingstijd nodig hebt om op dit niveau te kunnen komen? Nou, ik zit een beetje in hetzelfde schuitje als Dave. Ik heb ook een verleden met heel veel uren trainen, eigenlijk fulltime. Toen deed ik niks anders. En nu ben ik ook aan het afbouwen en train ik nog ongeveer 2 keer in de week. En daarnaast doe ik nog wat andere sporten erbij. Ja. Ja. Dat kan ook, je kunt dat makkelijk combineren. Nu wel, nu kan dat, vroeger kon dat niet. Ja. Zou je de kinderen willen uitleggen waarom je toch maar op een prachtige sport van badminton zou moeten gaan? Net zoals bij Ralf is het, waren vooral mijn ouders die mij ertoe hebben gezet om toch een keer naar de badminton training te gaan. Ik woonde altijd eerst op een vechtsport, maar uiteindelijk toch een keer met mijn vader en moeder mee geweest. En ja, ik vond het gewoon een hele leuke sport. Het gaat heel snel en je moet er snel voor zijn, behendig, ook wel een beetje slim, tactisch moet je zijn. Dus ja, in badminton zit eigenlijk van alles wat. Dat maakt het zo leuk, vind ik. Mooi. Hoe is dat bij jou? Tennis, badminton? Ik kan me voorstellen dat je er ook nog over mogen hebt als je een lekker sport zou mooi vindt. Ja, ik vind alle sporten leuk. Ik heb ook alle beide antwoorden gedaan. Ik vind het wel leuk om een sport te doen. Maar voor badminton vind ik de leukste sport van mij. Ik heb daar 13 jaar gedaan. Ben je een beetje bang voor het eerst van de bord? Bang? Nee, absoluut niet. Nee, we zijn niet bang. We gaan uit. Ben je wachtend? Een gezonde wedstrijdspanning. Als ik naar jullie website kijk, dan begrijp ik dat de lat wel heel hoog ligt. Dus ik ga wel eigenlijk vanuit dat jullie dat maken worden. Heeft u wat beter gekeken dan ik? Zo verbeng ik, maar dat sluit wel ook wel gewoon een beetje van af. Ik bedoel, morgen is het gewoon de bedoeling dat we ons best gaan doen en dan zien we wat eruit komt. Net zoals de trainer zei, is de finale is iets op zich. En natuurlijk willen we allemaal dat we het team gaan pakken en de club wil natuurlijk ook. Maar morgen zal de beslissing vallen. Oké. Okay. Dat is dan de allermoeilijkste vraag. En dan wil ik graag een eerlijk antwoord op hebben. Ja. Kijk, wij kennen natuurlijk heel veel sporten waarbij je wat trucjes hebt om die tegenstander een beetje te beïnvloeden, hè, de negatieve. Wat is dat nou in het badminton? Wat kun je nou doen om
tegenstander een beetje uit je concentratie te halen? Ja, ik denk dat het voor ons ook vooral het publiek is dat wij meenemen. Ja, gewoon veel publiek achter ons staan. Ik denk dat dat een hele belangrijke rol speelt om ja, tegenstander uit de concentratie te halen. En ik denk ook als team zijn dat je gewoon ja, er als team moet staan. Ja, ik denk dat dat wel meest goed is. Spannend hoor. Ja, wat Tim zei, gezonde wedstrijdspanning. Ja. Gezonde wedstrijdspanning. Ja. Voor wie is dit de eerste finale? Hoe staat bij jullie? Niet de eerste finale? Ja, of, ja nou, dan ja, kan men daar wel een kant op. Toch even nog even aan de bondvraag, dat is toch wel interessant. Hè, ik zag eigenlijk een beetje, dat zorg ik ook in die finale, wat zijn er veel scheidsrechters nodig om zo'n wedstrijd te beslissen? Lijnrechters, coördinatoren zie ik er omheen lopen. Doellijntechnologie is inmiddels heel langzaam in. Hoe staat dat eigenlijk met het om? Dat je gewoon dat shuttletje kunt controleren op in of uit? Nou, we hebben net als bij tennis hebben wij lijnrechters. Hè. Het gaat zo snel dat die lijnrechters dat, die moeten kijken om, of het in of uit is. En op de internationale wedstrijden hebben wij ook de Hawkeye. Dus dat de speler kan zeggen, ik wil het nog een keer zien. Dus, en is dat iets wat nationaal ook al doorgevoerd zou kunnen worden? Nou, het kost gewoon veel geld. Dus wij doen dat voorlopig nog met eigen ogen namens met lijnrechters. Oké, goed. Nou jongens en meisjes, we gaan eens even kijken of jullie iets zouden willen vragen aan deze toppers die hier aan deze tafel zitten. Sowieso wil ik eens even weten van wie heeft morgen iets te doen? Van jullie? En wie gaat dus naar de Maaspoort toe morgen? Je mag er gratis naartoe. Jullie mogen er gratis naartoe, naar de Maaspoort. Dus dan moeten we maar eens even kijken of dat gaat lukken. Wie heeft een bijzondere vraag aan een van deze toppers? Ik zie daar achter een vinger. Ik zie ook al papiertjes, dus nou, dat gaat wel worden. Kun je zeggen aan wie je de vraag zou willen stellen? Aan Tamara. Tamara. Kun je veel geld verdienen met badminton? Oh, een goede vraag. Kun je veel geld verdienen met badminton? Ik denk het wel. Tamara, ja jongens, neem je kwaad. Ja, je kan een leuk zakcentje mee verdienen, maar in Nederland is het ja, niet super. Maar dan moet je echt naar buiten, want gaan wil je nog hoger afsteken en meer geld. Maar we kunnen wel niet zijn van de Dus jullie studeren allemaal nog op werk? Is het wel een droom van je om bijvoorbeeld ergens in het buitenland professioneel badminton te doen? Van mij niet, nee. Is er iemand die dat zou willen worden? Ja, dat is anders. Ik zie nog veel meer briefjes in wat tekst. Wie? Ik ga. Wie kan dat? Wat zou jij willen vragen? En aan wie zou je willen vragen? Kijk ook naar de andere woordjes. Manon. En waar zit Manon? Oh, die zit daar. Oh, hartstikke goed. Kom maar met de vraag. Schreeuwen jullie ook tijdens de wedstrijd? Waarom vraag je dat nou precies aan Manon? Weet ik niet. Denk je dat hij heel hard schreeuwt? We gaan vragen, we gaan het gewoon vragen. Ik weet het wel niet. Ik moet niet bij de maan uitkomen. Zelf vind ik het wel meevallen, maar uiteindelijk zie je hier werk ik. Nou, ik ben het toch gebeurd. Schreeuwen, toch het vieren dat je een punt maakt. En dat is wat anders dan nou, meestal op hockey en voetbal, dan doe je dat echt gezamenlijk met z'n allen. Maar dat kan natuurlijk niet als je op de baan staat dat je met z'n allen het punt gaat vieren. Dus dat doe je wel vaak wel met degene met wie je op de baan zit of alleen. Maar ja, wij schreeuwen allemaal wel eens op de baan. En zeker als we helemaal de wedstrijd gewonnen hebben, dan schreeuwen we ook met z'n allen mee. Ja. Het is ook toegestaan voor de scheidsrechter als je bijvoorbeeld ja, niet helemaal blij bent en je roept op. Nou ja, is er een verschil tussen schreeuwen en wat roepen? Ik zal geen voorbeelden noemen, maar je mag niet alles zeggen. Ik weet niet wat je bedoelt. Er zit ook nog een verschil in of je echt voor jezelf schreeuwt, dus dat je misschien omdraait en juist omdat je echt naar de tegenstander vuist maakt en schreeuwt. Dat mag bijvoorbeeld niet. Nee. Vraag goed beantwoord? Ja, ik loop eens even naar de andere kant, want ik zie daar ook eens. Kom ik even bij jou staan. Jij hebt een vraag. Aan wie heb jij een vraag? Aan Jelle. Aan Jelle, die zit denk ik in. Die is er niet. Oh, die is er niet. Nou, kijk eens eventjes. Zijn er genoeg?
Aan Dave. Dave. Zweten jullie soms ook heel hard? Dave, waar zit je? Oh, hier, kijk. Zweten jullie soms ook heel hard? Ja, dat zijn de vragen. Ja, wat Sebastian al zei, je moet echt heel snel zijn en heel veel energie hebben voor om badminton te spelen. Dus wij zweten ook heel veel, ja. Ja. Als ik het mag vertalen naar aan het eind van zo'n wedstrijd, morgen, ben je dan ook helemaal kapot? Ik heb de rest van de zondag nodig om te herstellen. Hoe zit je? Ja. Wauw, ja, het is natuurlijk een hele intensieve sport, hè? Dat zien we allemaal natuurlijk. Nou, vragen. Ik begin mee. Aan wie heb jij een vraag? Ik ben eerlijk. Kies de knapste. Weet je, anders denk jij er nog even over na. En jij weet al aan wie je moet vragen. Tamara is populair vandaag. Hoe lang badminton je al? Hoe lang badminton je al? Nou, dat wil ik best aan Tamara vragen. Maar ik ben ook wel eens even naar een paar andere. Maar vertel eens, Tamara. Ja, dat is geweldig. Ja, dat is het. Ik speel vooral bij vierde. Ik ben 20. Hoe ziet badminton op vierjarige leeftijd eruit bij een vereniging? Ja, dan heb je een klein racket in je hand en ja, dan ga je leren als je doen. Ja, dan blijf je het eigenlijk niet meer zo. Nee. En nog geen competitie denk ik. Nee, zeker. Nee. Dus het is vooral leuk, lekker, gezellig, bezig zijn met. Ik zou bij jou terugkomen. Weet jij inmiddels al aan wie je gaat vragen? Ja, ik vraag aan een team. Aan team? Ja. Doen we dit team? Ja. Reizen jullie ook veel als jullie wedstrijden spelen? Oeh, een mooie vraag. Reizen jullie veel als jullie wedstrijden spelen? Als je in Nederland speelt, reizen natuurlijk best wel veel. Zeker de competitie die wij spelen. Dan kun je naar Limburg moeten. Dat is meestal wel het verste eigenlijk op dit moment. Meestal in het noorden is niet zo. Niet op dit niveau nog. Verder, ja, je reist best wel veel. En we hebben ook nog, zoals het Almere team ook, zoals wij ook, spelers die naar buitenland gaan. Dus ja, die reizen de hele wereld af. Spelen jullie met team wel eens in het buitenland? Nee. Dat komt niet voor, dus het is niet een soort Europa Cup? Die is er wel, maar dan moet je de titel pakken, dan moet je de beker winnen. Dus als jullie morgen succesvol zijn, dan gaan jullie volgend seizoen Europa in. Ik weet niet of er een Europa Cup toernooi is, dan moeten we weer het bestuur van de club besluiten van gaan we daar meedoen of niet. Dus dat is dan weer een volgende beslissing. Okay. Ja. Okay. Ik kijk eens even, hoeveel vragen zijn er nog? En hoeveel tijd hebben we nog? Zullen we maar nog even wat tijd voor uittrekken? Ik zie zoveel vragen die voorbereid zijn. Kijk hier, zelfs een briefje. Nou, wil jij een vraag stellen aan een van hen? Kijk, dan kijken we wel wie we vragen voor hebben. Was je vroeger al van plan om te gaan badmintonnen? Was je vroeger al van plan om te gaan badmintonnen? Nou, we hebben gehoord al op 4 jaar geleden. Ga ik dat eens even daar vragen. Vroeger, ja, wat is vroeger? Laten we zeggen, toen je dus ook zo'n 4 jaar was. Toen ik 4 jaar was, ging ik turnen. Op turnen. En ergens is er een omslagpunt gekomen. Ja, toen ik ging zwemmen, want in hetzelfde complex als waar ik zwom, was ook badmintonles. En zo kwam ik ermee in aanraking. En ik was bijna 11 toen. Mooi, goed. Ik zie daar heel veel vragen. Jongens, jullie hebben hier goed voorbereid. Nou, vertel het maar eens. Wat vind je nog het moeilijkste van badminton? Oei, het moeilijkste van badminton. Nou, vertel eens. Een goede naam pakken, want het is daar toch een beetje geen zwakke. Het is wel moeilijk. Ik vind het soms wel moeilijk om geconcentreerd helemaal te blijven. Want je begint natuurlijk een wedstrijd, heb je natuurlijk volle concentratie nodig. En aan het eind zakt het soms een beetje weg misschien. En dat je dan een paar punten verliest door je concentratie. Dus dat vind ik soms wel moeilijk. Ik sluit daar even op aan met een hele andere rare vraag. Die zie je ook heel moeilijk. Is die vraag even aan jou, Ilse. Er zijn niet zoveel gemengde sporten waar jongens en meisjes samen sporten. Is dat moeilijk? Dat wij niet samen sporten bedoel? Nee, dat jullie dus wel samen sporten. Jongens en meisjes samen sporten. Is in Nederland nog niet zo gebruikelijk. Dat zie je bij korfbal, dat zie je bij badminton. Maar bij de meeste sporten die wij elke dag op tv zien, zien we dat niet. Allemaal heren, mannen apart, vrouwen, dames apart.
Ik kan me voorstellen dat het ook wel eens moeilijk is. Of is het alleen maar leuk? Nou, ik vind dat wel leuk, maar... en op zich, je traint met elkaar, maar kijk, een damesdubbel speel je met twee vrouwen op de baan. Dus eigenlijk alleen als je gemengd dubbel speelt, dus een jonge meisje, dan speel je met een jongen op de baan. Dus op zich, het is ook nog wel, en als je alleen speelt, dan speel je single. Dus het is niet altijd jongens meisjes samen, maar ik vind dat wel leuk dat je als jongens meisjes ook samen kan badmintonnen, zeker? Ja, leuk. Ik wil graag nog drie vragen. En die ik nog niet gehad heb. Eerder die ik nog niet gehad heb. Dus die ik wel gehad heb, die mogen gewoon naar beneden doen. Nog drie vragen. Ik begin even hierachter. Jij mag je vraag stellen. Speel je thuis ook al vaak badminton? Speel je thuis vaak badminton? Nou, ik denk dat ze de hele dag op de baan staan. Maar laat me eens even kijken. Speel je thuis badminton? Thuis als in mijn huis. Ja, ik denk dan aan een soort campington, hè? Of een strandton. Dat idee, doe je dat wel? Is gewoon lekker recreatief badminton? Of nee. Doe je het genoeg? Dat is altijd in een sporthal. Misschien als je een hele grote woonkamer hebt, dat zou kunnen, maar nee, dat geldt niet voor mij. Nee, dat geldt niet. Behalve echt de perspectieve kant van het badminton. Nou, nu niet meer, maar vroeger toen ik zo groot was als jullie, zeker zo. Ja. Dat was gewoon in de woonkamer, dan ging er wel eens wat stuk. Maar gewoon met racketjes en lekker spelen in de kamer. Mooi, ja. Leent zich er natuurlijk heerlijk voor, hè. Jou heb ik ook nog niet gehad, dus neem ik jou ook graag mee. Wat gaat er door je heen voor de wedstrijd? Oeh, die zou ik eigenlijk aan iedereen willen stellen. Wat gaat er door je heen tijdens de wedstrijd? Wie van jullie mag hier op het antwoord? Wie kan hier het antwoord geven? Wat gaat er door je heen vlak voordat de wedstrijd start? Je ziet de tegenstander in de ogen en je denkt... Ja, wat denk je? Ja, dat zal voor iedereen wel anders zijn, denk ik. Maar ik ben altijd wel een beetje zenuwachtig. Ik voel een klein beetje bibber heb, zeg maar, in mijn hart. Maar als je eenmaal bezig bent, dan is dat zo weg. Je hebt zoveel getraind, dan weet je wel wat je moet doen. Dus dan is de spanning wel weg. Maar vlak voor, dan ben je toch wel een beetje zenuwachtig. Een beetje zenuwachtig. Hoe is het aan de andere kant? Wat gebeurt er vlak voor het moment dat... Heeft dat een gevoel van ik vreet ze op of oeh, spannend? Allebei. Hangt er vanaf wie tegenstander is. Soms denk je hoe. Als een tegenstander al meer is. Kom maar. Kijk, hier, begint er wel hier. Die hadden we hier bestaan. Even kijken, wie heb ik nog niet gehad? Zeker weten dat ik nog niet gehad. Ik moet echt, we moeten gaan afronden, want het is alles hartstikke leuk, maar we gaan de hele middag dadelijk door. De allerleukste vraag. Ik zie haar al heel lang op de vinger omhoog. Ik zal het niet meer staan. Ik wil jou de allerlaatste vraag geven. Tenzij ze zeggen, we hebben de hele middag de tijd. Dat kan natuurlijk ook, hè? Dan gaan we de hele middag gewoon door. Maar laten we eruit gaan dat het allerlaatste vraag is. We gaan ook nog even iets leuks doen met elkaar. Daar komt ie. Hebben jullie wel eens gespeeld? Het is tijd. Kijk, ga eens even staan. Kijk ze even heel goed aan. En vertel mij wie jij denkt. Ja, dat is de valsspeler van het team. En dan ga ik die de vraag stellen. Nou ja, schrok niet hoor. Gewoon, ik doe die lansen slaan. Die kan zit ik er nog tussen. Ik denk die Sebastian. Ja? Ja? Wie? Bastiaan? Ja. Sebastiaan? Ja, denk je dat? Is goed. Sebastiaan, ik heb gevonden dat het waar is, want ja? Sebastiaan, doe het eens even uit te zoeken. Vertel eens eerlijk aan deze kinderen. Wanneer heb jij voor het laatst vals gespeeld? In het veld wil je natuurlijk wel goed in de gaten houden door alle scheidsrechters en lijnrechters. Dus daar heb je niet heel veel kans om vals te spelen. Maar thuis met spelletjes, toen sta ik wel bekend om een vals te spelen, ja. Het is natuurlijk een beetje een rotvraag, maar schat je in dat je morgen van die kwaliteit gebruik gaat maken, dat vals spelen? We moeten gewoon eerlijk winnen en dan is het wel het fijnste als je dat op een eerlijke manier wint. Dus ik zal altijd eerlijk blijven. Je moet wethouder worden. Misschien wordt dat wel mijn toekomstige baan. Ja. Dat is een heel mooi antwoord. Ik wil toch ook even weten aan de andere kant of daar vals gespeeld wordt. Kan er niks aan doen. Dat moet er even uit. Vertel. Nee, nooit.
Het is helemaal niet aan die mannen. Ja. Nou, dat was wel eens een keer gedaan hoor. Als je 11 bent, dan doet de andere kant ook net zo goed. Dus dan kan dat allemaal. Maar als je op een gegeven moment een niveau bereikt, dan heeft het helemaal geen zin. Want er is een lijnrechter, een scheidsrechter. Dus er valt niks vast te spelen. Niks vast te spelen. Nou, jullie hebben het gehoord. We hebben nog veel meer vragen, maar ja, jullie spreken ze misschien daar nog wel eventjes. Dus dan kunnen jullie je eigen vraag die je voorbereid hebt, en sommigen hadden wel zelfs 4, 5 vragen voorbereid, kunnen jullie misschien nog wel eventjes stellen. Maar ik zou het natuurlijk wel heel leuk vinden, en ik denk dat jullie het ook heel leuk vinden, dat jullie met deze toppers even op de foto gaan. Daar moeten we wel wat voor gaan doen, want dat betekent eerst aan de teams vragen of zij daarachter zouden willen gaan staan. En dan kunnen we de kinderen ervoor zetten. En dan is de wethouder erbij en dan is ook de bond erbij. Maar eerst gaan de teams en deze daar achter in een opstel. Blijf de kinderen even zitten. En als zij dan klaar staan, dan mogen jullie er natuurlijk voor gaan staan en let er dan goed op dat je zichtbaar bent. Hè? En dan mogen jullie dus voor gaan staan, maar jullie mogen er ook voor gaan zitten. Dus dan wordt het een hele sportieve foto. Ik zie al op camera klaar staan. En het bord wordt naar achter neergezet. Sorry. En het bord wordt naar achter neergezet. Nou. Is iedereen van zich wel? Volgens mij wel. Als iedereen zo kijkt. Jullie hebben het allemaal zeker aan de achter kunnen. Nu ja. De foto's gemaakt worden. En het gebeurt van alles. Er zijn deze foto's gemaakt. Dan heb ik nog wel even één verzoek. Ik vind het een beetje een saaie foto. Ja. Ik denk dat als ik het even aftel van 3 naar 1, dat we even mogen gaan juichen. Er nog meer geluid. 3, 2, 1. En die komt nog één keer over. 3, 2, 1. Oké, dat is een hartstikke mooie foto. Luister, jullie beloven mij. En jullie beloven de topsporters van badminton. Dat jullie morgen al jullie afspraken afzeggen en gratis aan de hand voor elkaar met broeders, met zussen, met ouders naar badminton. En dan zijn we zeer, en dan wordt één van mijn afstanding ontzettend veel succes bij de teams. Moeten ze nu afwachten en zal er eigenlijk één winnaar zijn. Maar fantastisch dat jullie in deze finale staan. Vorig jaar stonden die twee hele andere teams. Dus ja, op dat gebied is badminton heel levendig, dat weet ik. Twee hele nieuwe teams. Heel veel succes morgen. Maak er iets bijzonders van. En jullie kinderen. Heel veel dank en denk maar eens na als je op een sport wilt. Het is een hele mooie sport, dat heb je gehoord. En je kunt hier ook zijn. Tot ziens! Yeah.